groetje. En dan draai je weer naar mij toe. Dan zeg ik sensei re. En dan groeten we elkaar dus. Ja, mooi. Laat dat mooi zien zo. Geniet er lekker van. Komt hier. Ga goed zitten en je tanden rechtop zitten. Niet ingezakt, rechtop zitten. Yes. En ontspan jezelf. Oké, okay, camisa re. Sensei re. En mooi, Stefan zegt precies wat je mag doen. Dus jullie mogen hier gaan staan en dan geef ik aan. Zij hebben een mooie plek op dat je de ander niet kan raken. Zo draaien, Jan. En je laat het anders een beetje verspringen. Hè. De eerste daar een beetje naar voren, tweede naar achteren. Derde naar rechts. Yes, nu zoek ook een mooie plek. Nu kom jij even hier. En ik blijf staan, partijen naar achteren. Ja, naar voren. Yes. Nee, wat een beetje. Kom naar voren, wil naar achteren. We gaan beginnen met de gezondheidsoefeningen. En ik zal tellen. Kun je dat op het begin oefenen? We beginnen naar links, hè? Weet je nog? Zo, iedereen klaar voor? Gaan we. Ich, ni, san, chi, ho, ro, sich, hach, ni, ni, san, chi, ho, ro, sich, hach, ich, ni, san, chi, ho, ro, sich, hach, ni, ni, san, chi, ho, ro, sich, hach, ich, ni, san, chi, ho, ro, sich, hach, ni, ni, san, chi, ho, ro, sich, hach, ich, ni, san, chi, ho, ro, sich, hach, ni, ni, san, chi, ho, rok, sić, hać, pić, ni, sam, si, o, rok, sić, hać, ni, ni, sam, si, o, rok, sić, hać, pić, ni, sam, si, o, rok, sić, hać, ni, ni, sam, si, o, rok, sić, hać, nu ga je naar voren. Ich, ni, san, chi, ho, rok, sich, hach, ni, ni, san, chi, ho, rok, sich, hach. Ich, ni, san, chi, ho, rok, sich, hach, ni, ni, san, chi, ho, rok, sich, hach. Ich, ni, san, chi, ho, rok, sich, hach, ni, ni, san, chi, ho, rok, sich, hach. Ich, ni, san, chi, ho, rok, sich, hach, ni, ni, san, chi, ho, rok, sich, hach. Ich, ni, san, chi, ho, rok, sich, hach. Ni, ni, san, chi, ho, rok, sich, hach. Ich, ni, san, chi, ho, rok, sich, hach. Ni, ni, san, chi, ho, rok, sich, hach. Tegen staan 10 seconden. Andere been, rechterbeen.
10, 11, 12, 13, 14, 15. Keurig. Gaan we op de tenen op de heupen zitten. Keurig. Gaan we kie testen. Oké, voor het gele band staan. Oranje band staan. En je zijzaak. En met jouw ook liggend. Ja? Ga je gaan. Oké, zag er hartstikke goed uit. Vertel je eventjes in twee groepen. En dan gaan we eventjes drie keer rollen. En dan aan het einde de kietest. Dus maak eerst even die mooie groep. Kom, dit nog. Eerst gewoon eerst drie keer achter elkaar rollen. Ja, maar eerst. Oké, kom maar eens. Wat je wilt. Maakt niet uit. Twee groepen. Terug naar de plek waar je stond. Dan gaan we nog achteruit rollen op de tel. En dan doen we het nog met de wissel in de lucht. Hè? Gaan we op de grond zitten. Kijk goed achter en ga je even zitten waar je net zat. Daar stond. Dezelfde informatie. Linkerbeen. Goed zo. Ja? Gaan we ook even concentreren allemaal. Van de gaan we met wisselen in de lucht. Hitch. Knee. Hitch. Knee. Hitch.
Ni. San. Shi. Opstaan. Hich. Ni. Hich. Ni. Hich. Ni. San. Shi. Mooi. Hey, speaker. Ja, we gaan beginnen met de examentechniek. Dus kies je partner met wie je hebt geoefend. En voor Mika is het misschien handig om nog niet met Luc te gaan. Hè, dat je met Christian gaat. En Julian met Luc. Ja, dus kies je partner. En Dimitri, ja, of ga ik eens wachten, want jij hebt van een eigen podium. Goed, ga even op je inside zitten. Oké, hoe gaan we doen? Eerst, we doen de eerste techniek allemaal tegelijk en ik zeg je wanneer je op de grond mag zitten. Dan doen we daarna gelijk de kopjedoos. En dat geldt voor degenen die voor geel gaan, want die hebben twee technieken minder. Ja? Wie is nummer 1? Steek je vinger op. Goed zo. Goed zo. Nummer 1, doe de eerste technieken. En het hele rijtje wandelen we af. Totdat ik zeg dat het nummer 2 aan de beurt is. En ik zal zeggen welke techniek aan de beurt is. Goed? Gaan we. Zoom je als bos. Kataten, kozendori, kopje nagen, inspringen. Halve zin. En het inspringen. Koos door die kopje naar een cirkel. Degene die voor geel gaan, mogen eventjes in zijzaar zitten op de grond, op de plek waar jullie nu staan. En degene die voor oranje gaan, die mogen de kater, de kozendori, ietsje ook niet verhoor. Dat is wat van hebben. Thank you.
En dan allemaal tegelijk een kopje doza met twee handen. Vier keer. Mika en Christian, die hebben iets van iedereen. Kopje doza. Nog steeds nu is 1 F. Niet wisselen in de tussentijd. Vier keer heb gehad en zijn jullie klaar. Oké. Voor jullie gaan staan, dan zijn jullie een de beurt. Oké, we beginnen weer bij het begin. Sumi Otoshi. Kozendori, kopje naden, inspringen. Halve cirkel. Kozendori, kopje naden met een hele cirkel. Maar we beginnen met die voor geel gaan mogelijk op de knieën zitten in zijze. En dan voor degenen die voor oranje gaan, die mogen natuurlijk doorgaan, want die doen de kataat gekozen door die Ikyo. Hallo. Staan. Kruislinks. Zag ik het aan de kant door de kiekje. Oké, voor iedereen de kopje doos aan.
eindtenen in de mat hebt. Hey, dan voor jullie, zitten deze hier erop, mag jullie een stok pakken? Hey, even snel naar de plek. Aan degene die nu voor geel gaan, aan deze kant. En die voor oranje gaan aan die kant. En met jullie gezicht deze kant op. Spaar je voet over de mat, zodat je elkaar niet kan raken. Maak jullie een klein beetje ruimte, want zij doen hem eerst. Nu blijft het even staan, gestopt naast je lijf. Zijn jullie er klaar voor dat jullie elkaar niet kunnen raken? Iets meer ruimte. Heel goed. Klaar, linkerhand voor. Yes. Gaan we. Niets. Ni, san, shi, ho, ro. Even voor de duidelijkheid, niet blijven stilstaan. Goed? Nee, nog niet. Hamer. Hitch. Ni, san, shi, ho, ro. Goed, nog een keer. Kun je jezelf meetellen met Ki? Andere tellen die ik ook zeg. Ja, gaan we. Ich. Ni. San. Shi. Ho. Ro. Kan je laatste keer naar volle Ki? Gaan we. Ich. Ni. San. Shi. Go! Rock! Zo mooi, dankjewel. Mogen jullie daar gaan zitten? En iets van deze kant op, dan hebben de meiden even wat meer ruimte. Nou, voor jullie tot en met 13, hè? Gaan we. Ich. Ni. San. Shi. Go! Rock! Sich. Hatch, ku, ju, juich, ni, ju, san. Ja, goed, nog een keertje. Hitch, ni, san, shi, ho, ro, sich, hatch, ku, ju, juich, ni, ju, san. Kun je meetellen? Volk hier. Gaan we. Ich. Ni. San. Shi. Ro. Ro. Sich. Hach. Ku. Ju. Juich. Ni. Ju. San. Mag jullie allemaal weer stok op hebben? En dan jullie daar plaatsen. Oké, nemen jullie daar allemaal weer plaats. En dan gaat Dimitri zijn techniek laten zien. Dus jullie mogen alvast naar de midden. De wie die voor jou waar we geoefend hebben, examen, is in een real-time niveau. Zonder te haasten, maar iets sneller. Ja? En voor jullie, kijk aandachtig, maar wees wel stil. Tsuyotoshi.
Daar door die tentkant kom je naar. Gelijk zijn we vastpakken. Dori Shionare Ura. Kozidori Kotegashi. Kruis in het vastpakken en de kruis. Nu bij Martijn in beginnen. Door een kopje naar inspringen. Dat koos door die Ikyo Ura Katamir. Hallo. Tenshinhage, helemaal naar hem. Zari, het gaat uit de door het video. Thank you.
En pak even een stok. Reach, knee, san, chi, go, rock, sich, hatch, ku, ju, reach, knee, you san, you chi, you go, you rock, you sich, you hatch, you ku, need you, need you, reach, need you, need. Goed. Twee keer achter elkaar doen? Je moet eerst keer met tel, de tweede keer doen we zonder tel. Ja? Gaan we? Rich, ni, san, chi, ho, rock, sich, hatch, ku, ju, rich, ni, san, you chi, you go, you rock, sich, you hatch, you ku, need you, need you, rich, need you, need. Seja aan het vinden van hem. En Camisa Re. Sensei Re. Het is echt super mooi. Oké, neem je plek langs de kant. Zoveel tijd als ik examen afneem, dus dan kan ik mooi zien hoe jullie gegroeid zijn. Het is echt mooi, het is echt allemaal een stuk beter geworden. Ook de oeken, super dat je helpt. Ja, zie ik ook dat je er steeds beter in wordt. Een kort antwoord, vond je het leuk om te zien? Ja. Dat is heel kort. Wat had je gezien? Nou, ik zag dat met die stokken dat die eigenlijk tot
220 punt, maar eigenlijk ging het 220. Klopt, ja, goed gezien. Mooi. Oké, je roept één voor één jullie naam en dan kom je hier zitten en niet te dichtbij. Dan groeten we elkaar, geef je het certificaat en daarna ga je bij Steven zitten, groet je weer en dan krijg je je band. Ja, beginnen met Christian. Ja, mooi. Ik voelde net al even je Aikido toen ik aan het lesgeven was. Dat voelt goed. Het is een mooie uitdaging om lekker stabiel te blijven. Maar je Aikido is echt wel goed. Je hebt een zekere gele band gehaald. Het zag er netjes uit. Dat is bij deze certificaat. Alsjeblieft, als je goed hebt. Ja, Christian, aan mij om jou je gele band overhandigen. Je hebt laten zien dat je je echt heel goed hebt ontwikkeld. En dat is mooi om te zien. Je laat ook zien dat je het ook echt in je hebt om het heel snel onder de knie te krijgen. Maak geen haastpartij van, je hebt echt de tijd. Het is echt leuk genoeg om echt te genieten van de technieken zoals dat is leren. Je hoeft niet harder, maar je doet het wel hartstikke goed. Dus voor jou je gele band. Alsjeblieft. Mooi, ook gele band heb je mooi gehaald en verdiend. Dat zag er goed uit. Je had een goede oeker. Dus even kijken hoe je daarop aanpast, maar dat deed je ontzettend goed. Niet te hard, niet te zacht, gewoon echt mooi gepast. En er zit veel potentie in, dus blijf het ook maar vooral, dan kan Steven nog veel Aikido leren. Maar nu heb je gele band behaald, dus bij deze. Ja, mooi man. Als ik naar jouw gezicht kijk, moet ik altijd lachen. Leuk. Je hebt altijd een glimlach op je gezicht. En soms is het wel serieus als je het iets niet begrijpt. Maar daarna met je Aikido zie ik heel veel glimlach. En dat is echt heel mooi om te zien. Dus Aikido is heel goed geworden. Heel kort tijdje, was er een tijdje niet. Maar toen kwam je weer heel veel en toen zag ik echt dat je heel mooi omhoog ging. Stok heb je heel veel geleerd. Je hebt heel goed je best voor gedaan. Goed gedaan. Voor jou ook je gele band? Verdiend. Mooi jouw Aikido. Het is leuk om te zien. Ik wou dat ik toen ik zo klein was ook wel wat Aikido aan doen was en net zo goed was als jou. Ik was heel blij geweest als dat zo was. Maar jij doet het, dus het ziet er heel mooi uit. Vind je het leuk om te doen ook? Je is 5 cent toe, hè, zeg ze wel. Maar je hebt je gele band behaald. Vind je dat wel leuk? Ja, een beetje wel, hè. Alsjeblieft. Nog een keer groeten. Lucky Luke. Mooi. Ja, ook leuk om en echt genieten om jou op de mat te hebben. Als we met de beginoefeningen bezig zijn, dan ben je altijd lekker mee aan het tellen. En ik smelt gewoon altijd voor jouw stem. Want dat doe je echt hartstikke goed. En zoals je Aikido ook, het ontwapent. En ik vind het echt heel leuk om jou te zien Aikido en te zien groeien. Met je broertje ben je af en toe een beetje aan het spelen. Maar ik zie dat daarachter heel veel groei zit. Dus dat is heel goed. Ik blijf een lol erin hebben. Met je gele band. Mika. Ja, ook leuk. Ja, Aikido is ook wel heel goed. Ik zie bij iedereen wel iets wat beter kan en daar zijn we hier ook. Hè. Ik ben ook nog elke dag aan het leren en jij ook hopelijk en Stefan ook. En daar helpen we ook iedereen mee. Maar je Aikido is helemaal goed. Probeer iets meer stabieler te zijn. Minder van dit en meer gericht. Dan gaat je Aikido heel snel omhoog. Ik vind wel dat je onwijs gegroeid bent sinds de vorige keer dat je zag. Dat is hier in het certificaat van de gele band. Alsjeblieft.
Mika, ja, ook voor jou, hè, je gele band. Eindelijk was het zover. Vorige keer kon je net niet mee. Maar nu heb je laten zien dat je echt al heel veel gegroeid bent. Je werd af en toe nog een klein beetje onrustig. Je kletst heel veel. Maar uiteindelijk zie ik tussen het kletsen door wel je groei die je hebt inderdaad wel gezien. Dus dat heb je heel goed gedaan. En ook voor jou verdient je gele band. Alsjeblieft. Echt een... Hilde? Ja, het is leuk om te zien hoe goed jouw Aikido is. Je weet precies wat je moet doen. Soms lijkt het alsof je een beetje terughoudt, maar eigenlijk, zodra je weet wat je moet doen, boah, dan doe je gewoon meteen je techniek, hè. En hou je niet in hoor, doe maar gewoon, je Aikido is gewoon heel goed. Maar gewoon gaan. Goed, dus ik ben blij dat je de oranje band mag geven en dat je het dik verdient. Alsjeblieft. Ook voor jou, hè? Het was vorige week nog de valreep, je mocht het nog even laten zien. Maar ik had je, jou en je meidenmaatjes al even de korrel. Aikido wat je laat zien is heel goed. Die zijn echt heel goed bezig. Ook met z'n drieën, maar die zijn echt heel goed bezig. Aikido is echt goed. Vind ik echt leuk om te zien. En ook hoe jullie de passie die jullie ervoor hebben, dat zie je echt terug in je technieken. Dus dat is echt, net wat Martijn zegt, gewoon ervoor gaan. Ja. Ja, voor jou je oranje band. Van harte gefeliciteerd. Linda? Ja, geldt ook voor jou. Je Aikido is echt heel goed. Misschien meer een beetje van nou, is die nodig. Het leuke is, jullie zijn nog een beetje aan het beginnen. Gele band, nu oranje band. En dit zijn echt de basisstapjes. Maar nu kunnen jullie steeds meer een beetje loslaten en gewoon genieten. En dan laat die nieuwe techniek zien en kijk je een keertje en dan gewoon gaan. Gewoon lekker doen. Jullie zijn echt voor mij goed. Jij bent ook wel goed. Ja? Mooi. Maar dit is een mooi moment om even bij stil te staan dat je de oranje band krijgt. Dus mag wel vieren. Ja. Ja, Linde, ook mooie groei doorgemaakt. Je laat er echt heel goed Aikido zien. Alle tips die ik je geef, of die Tony of die Tino je geeft, die pak je echt direct op. Dat laat je echt direct eigenlijk goed zien. En ja, daar ben ik heel blij om. Daarom ben je ook zo snel gegroeid. Je komt er heel vaak, je bent er eigenlijk altijd. En dat helpt ook mee. Dus voor jou goed examen laten zien, mooie groei laten zien. Ook voor jou je oranje band. Van harte gefeliciteerd. Net wat gelijk aanrijden, toen zei hij, ik heb er zin in. Echt zoveel pier heb je, dat is echt leuk om te zien. Die Aikido is ook super goed. Daar hoef je echt een moment over in te zitten, van geniet ervan. En luister goed naar de leraren en probeer het meteen je eigen te maken. Het ziet er gewoon super goed uit. Maar ik kan je nog even leren. Dus, wat vind je het zelf van met Aikido? Nee, ik was er even bij en waarom is dat? Als je wat ouder bent, kom je bij mijn groep en dan bereid je goed voor hier, want dan gaan we weer de volgende stapjes nemen. Maar dat komt helemaal goed. Eerst gaan we vieren dat je de oranje band hebt. Tja. Ja, Kaya, mooi. Mooi om jou te zien aikidoën met Hilde en met iedereen natuurlijk. Maar jullie aikidoën heel vaak met Linde en met Hilde. En jullie zien dat je gewoon heel goed op elkaar bent ingespeeld. En jullie voelen elkaar gewoon heel goed aan. En dat is gewoon heel goed. En ook voor jou, want je oefent heel veel thuis. Hè? Vooral met de stok, hè. Nou, dat zag je echt terug. Dat was echt mooi. Dat was echt mooie dingetjes.
In het begin had je een beetje moeite mee met de stok. Maar uiteindelijk ging het best wel goed. Ik vond het er heel goed uitzien. De puntjes die je had gekregen, die heb je echt laten zien dat je die hebt verbeterd. Dat is helemaal goed. Vorige week was je super blij, of twee weken terug, super blij dat je examen moet doen. Tranen in je ogen. Ja. Dus, maar ja, je hebt het nu gehaald. Hoor aan je band. Mooi, hè? Gefeliciteerd. Lotte. Ja, ik val bijna in herhaling, maar ook bij jou zie ik hoe goed het gaat. Je gaat steeds beter. Ik zie ook dat je er plezier in hebt. Hetzelfde geldt, dat zijn we ook met de volwassenen aan het trainen. Probeer bij elkaar te blijven in je lichaam, niet los te zijn. Maar steeds meer bij elkaar blijven. En dan, als je dat doet, dat is pas voor hogere niveaus. Maar als je nu een beetje aan bent, dan word je eigenlijk heel snel ook wel beter. Maar nu is echt prima, echt heel goed. Dus, je hebt dikke oranje band verdiend, ik ben blij dat ik hem mag geven. Kijk, chill. Lotte, ook voor jou heel blij dat je bij ons een deel bent van de Aikido groep. Het is mooi om jou te zien Aikido. Je balans wordt steeds beter, dat merk je misschien zelf ook. Ik zie het in ieder geval wel, dus dat is hartstikke goed. Je bent er ook altijd en dat is helemaal goed. Echt te gek. Aikido is ook hartstikke goed en blijf vooral zo doorgaan. Ik zie dat je het heel leuk vindt en ik hoop dat je het leuk blijft. Voor jou liggen oranje band. Gefeliciteerd. Dimitri. Ik heb genoten net van je optreden. Het zag er heel goed uit. Ik zie je al een tijdje rondgaan en in het begin dacht ik van... Je stuit het overal naartoe. Ik denk, wat gaat dat worden? Maar als ik vandaag zo kijk, dan zie ik echt iemand die heel goed Aikido doet. Je hebt echt heel goed je performance laten zien. Het was heel solide. Technieken waren goed. Je was heel rustig van binnen. Dus je hebt heel veel potentie. Dus dat is leuk om dat er ook uit te krijgen. Ook als je traint met lagere graden of je doet technieken die je al hebt gedaan. Blijf goed opletten, want daarin zitten weer nieuwe dingen die je kan leren. Ik weet, op de maandag traint je broer bijvoorbeeld en anderen ook. Die dachten allemaal dat ze goed konden Aikidoën. Maar nu, een jaar later, denken ze, oh, ik moet nog heel veel leren. Ja, dus als je soms denkt van, nou, ik weet het allemaal wel. Probeer dan te herinneren wat ik nu zei. Van, er is altijd weer meer te leren. En als je dat doet, kan je echt ontzettend goed worden. Je bent nu wel heel goed, maar dan kan je echt hoog niveau echt heel goed worden. En dat is leuk om te zien. Wij helpen je er graag bij. Heb jij daar zelf ook zin in? Dat is mooi. Het hoeft niet, hè? Of moet het zijn vader? Ja. Nee, dat is ook wel leuk, hè? Stiekem. Nee, ik ben heel blij dat je de blauwe, het certificaat mag geven van de blauwe band. Dat heb je echt goed verdiend bij deze. Dimitri. Inderdaad, van stuiterbal naar steeds kalmere stuiterbal. Dat is hartstikke mooi. Je hebt heel veel groei laten zien. Maar je hebt ook wel een heel streng oog van je vader dat af en toe naar jou kijkt, hè? Langs vanaf de zijkant. En dat helpt jou ook een beetje het hier en nu te blijven. Je hebt een heel mooie performance laten zien. Ik ben super trots op wat ik heb gezien. En hoe groot een stap je hebt gemaakt het laatste half jaar. Echt heel gaaf om te zien. Dus voor jou je verdiende blauwe band. Vind je het mooi? Nou, goed, volgende week heb je allemaal andere kleuren. Okay. Ja, ik zei het al in de les, Aikido is vooral om jezelf te ontwikkelen. Je bent meer in balans, je hebt meer balans tussen rust en inspanning. Je kan beter omgaan met jezelf en met anderen of met situaties die niet zo makkelijk zijn. Ja, dat zal je steeds meer gaan merken.
Maar het gaat er ook om dat je veilig kunt houden. Dus let er altijd op als je nu gaat eikroot naar je volgende niveau, hou jezelf veilig. Niet zo van, ah, doe zo. Ik zag net bijvoorbeeld iemand volgen zo. Maar ja, dan kan die anders ook pop zo tegen je aan en dan ben je niet veilig. Dus blijf er altijd bij. Ja, dat helpt. Niet gespannen en gestrest. Maar heel ontspannen ben je er gewoon bij met je aandacht. Zo ja. Dus dat gaan we nu nog doen aan het eind. Je aandacht naar je tandem, naar je centrum. En blijf erbij met je aandacht. Voel alles van binnen en van buiten. Niet op de tijd letten, dan ziet niemand dat. Heel kort, in een paar woorden, wat vond je ervan om examen te doen? En eerst jij, wat vond je ervan om te helpen bij een examen? Leuk. Leuk. Nog iets erbij? Leuk, en handen omhoog. Wat vond jij ervan om examen te doen? Ik vond het wel leuk. Vond wel leuk, en wat vond je leuk? Ik vond het wel met de stok en realtijd technieken. Ja. Klopt, hè? Ik vind het leuk om te doen. Ja. Ik vind het leuk om te stoppen. Dat ging ook goed. Ik vond het ook leuk om te doen. En wat vond je er speciaal leuk aan? Om te stoppen. Ja? Ja, dat heb ik ook. Ik vond het super lief en ik vond alles echt leuk. Alles is leuk, ja. Ik vind het ook leuk. En ik vind het best leuk. Ja? Ja. Stok is wel een leuk ding, hè? Ik vond het ook hartstikke leuk. En wat vond je er leuk aan? Viel je nou, op? Nou, met die stokken en al die technieken. Er zijn nog veel meer. Ik liet er al een paar zien net. Ik kan je mooi leren. Vond je? Ja? Wat vond je het allerleukste vandaag? Ja, dat is toch gaan we. Ik ben super blij dat ik een examen heb. Ja, gaaf. En Dat is wel heel mooi, hè? Ja. Ja, en wat vond je leuk vandaag? Stop. Ook stop? Ja, dat is toch niet heel erg mooi. Dat stop aan gaan. Ja. Wat viel jou op als je zo kijkt naar de examens? In het algemeen? Ja, ik heb heel veel gehoord, maar ik zie je gewoon iedere keer groeien. En wat ik leuk vind is dat ze komen eigenlijk allemaal gewoon heel graag. Ze hebben er allemaal plezier in. En ik, ja, als groep zijn we samen gewoon heel erg leuk. Iedereen is er voor elkaar. En het is gewoon een fijne omgeving voor de kids ook om te leren. Dat is eigenlijk wel heel erg mooi. Ja. Hetzelfde geval als je zo ziet tijdens de examens. Ja, ik heb er allemaal meegemaakt in het beginstadium. We hebben gewisseld van de training naar de tieners met jou. Af en toe help ik wel even mee, ik ben aan de zijkant. Maar het is niet alleen de technieken, je moet maar kijken hoe ze met elkaar omgaan. Mm. Die volwassenheid, die respect, dat is juist leuk om zo iemand te zien. Straks is dat een volwassen persoon waar ik een kleine rol heb mee te maken. Dat is graag. Het onzichtbare groeit ook steeds meer. Ja, zeker. Ja, leuk om te zien hoe je groeit en hoe je steeds beter de techniek begrijpen. Hij is nu graag centrum bereiken. Dus, ja. Dat is echt interessant. Nou, mooi. Genoeg examen te doen allemaal. Volgende week doen we weer normaal. Is dat ook goed? Ah, nog een tijdje weer. Zal ik er gaan? Ja, ik ben er.
Ja, ja. Ik heb toch wel gevraagd aan jou. Ik ging even om het examen, maar laat eens luisteren. Jij bent voor het eerst, wat zit dan? Fan. Hij is voor het eerst en wat heb je gezien bij de examen? Wat valt je op gewoon aan een examen? Het valt gewoon op dat je gewoon hoog en hoger klassen komt. Dat je elke keer dat je een wit padje hebt, dan ga je naar geel, dan ga je naar oranje, dan ga je naar blauw, groen en naar blauw. Het wordt blijkbaar doorgaan. Ja. Maar dan ben je zo grappig, maar ik blauw. Nou, dan blijf jij bij blauw. Yes. Yay! Maar het gaat niet, uiteindelijk niet om de banden, maar is, dat zie je wel aan de buitenkant, dat klopt. Oké. Okay. Jij wil niet naar Kikkerbord. Moet je aan hem vragen. Kom volgende week naar de vakantie van werken. Witte band. Weet je, als je een pak koopt, dan heb je een witte band erbij. Dan heb je al je eerste band. Ja. Mag ik nog één ding jullie aandacht even? De gele banden. Ja, we hebben natuurlijk een uitruilsysteem, dus laat je gele band achter zometeen. Even die naar de les uit zien. Mag je oranje band vanaf de volgende keer dragen? Ja? Ga goed zitten. Zijtje zit aan de knieën van hem. Luister, zijtje zit op die knieën. Hey, je mag nooit meer naar huis. Echt grapje. Okay. Ja. Eén keer meegroeten, doen we ons na. Dus dank jullie wel en tot de volgende keer. Arigato gozaimasu. Tot volgende week. Ja, je hebt nog vakantie. Ja, je hebt vakantie. Maar ik ga nu even.